De vraag is, de rechterhandregel, bestaan er verschillende versies van? En zo ja, geven die allemaal het resultaat? Wel, er bestaan verschillende versies van en die geven allemaal hetzelfde resultaat. Dus de rechterhandregel is een regel die hoort bij het vectorproduct. De eerste versie daarvan is dat het vectorproduct van A en B, dat is een vector in het vlak loodrecht op A en B, en de zin bepalen door je rechterhand te gebruiken, zo, waarbij je de vector A volgens de duim legt, de vector B volgens de wijsvinger, en de richting van de middelvinger geeft dan het resultaat. Dus hier wordt dat A naar rechts, B naar boven. Dus het resultaat A naar B is een vector die uit het vlak komt. De volgorde van die vingers kan je eigenlijk aanpassen. Dus duim A, wijsvinger B, resultaat, middenvinger. Dat was wat we nu gebruikten. Je kunt even goed zeggen, wijsvinger A, middenvinger B, resultaat, volgens de duim. Je kan ook zeggen A, B, C, maar die wordt eigenlijk nooit gebruikt. Laten we dat de tweede versie bekijken. Wijsvinger volgens A, middenvinger volgens B, resultaat volgens de duim. Dit komt eigenlijk ook neer op het draaien. Leg je hand van A, draai van A naar B en je resultaat staat volgens het resultaat. Je kan daar ook een kurkentrekker of een lippenstift voor gebruiken. Je draait van A naar B en wat zie je? De lippenstift komt uit het vlak. Laten we dit nu ook illustreren voor de vector B maal A. Dus de vector B maal A, duim volgens B, wijsvinger volgens A, resultaat in het vlak. Dus hier hadden we uit het vlak, hier is het resultaat in het vlak. Of hand volgens B, we draaien van B naar A, resultaat in het vlak. Of we nemen de lippenstift, we draaien van B naar A. Lippenstift gaat naar beneden in het vlak. Laat het ons toepassen op een paar voorbeelden. Een voorbeeld uit de mechanica, het moment van een kracht ten opzichte van een bepaald punt. Stel dat een bepaald punt hier A is, de vector Ri1 min Ra, dus de vector van A tot aan het aangrijpingspunt van de kracht, is een vector naar rechts. Vector naar rechts. De kracht zelf is een vector naar boven, duim volgens de positievector, wijsvinger volgens de krachtvector, moment is een moment naar boven. Of we draaien van de positievector naar de kracht, een moment naar boven. Of we draaien van de positievector naar de kracht, een moment naar boven. Als we nu niet het moment moeten berekenen van A, maar ten opzichte van A, maar het moment ten opzichte van B, dan staat de positievector in de andere richting. Dus de positievector is een vector naar links, krachtvector een vector naar boven. 1, 2, up, resultaat een vector in het blad. Of we draaien van hand van de eerste naar de tweede in het blad. Of we draaien van de positie naar de krachtvector, die gaat weg. Tweede voorbeeld. We hebben een voorwerp. Met een hoeksnelheid die een vector heeft uit het blad. Dus dat voorwerp is aan het roteren rond deze as door het punt C. En de vraag is, punt P, hoe staat die snelheid? Of het punt Q, hoe staat die snelheid? Het is terug een vectorproduct, omega keer de positievector van punt C tot aan punt P. Dus een omega staat naar boven en als positievector naar rechts. Duim volgens omega, positievector naar rechts, resultaat naar boven. Dit kan je ook zien als duim volgens omega leggen en we draaien. Pas op, hier kan je dus ook de lippenstift gebruiken, maar niet volgens de tweede versie, maar volgens de eerste versie. We draaien de lippenstift volgens omega en dat geeft u de rotatie van het voorwerp. Dus opnieuw. We zeggen de lippenstift, we zorgen ervoor dat de lippenstift naar boven komt, dat omega staat naar boven. Dus het voorwerp draait in die richting. Dus het punt Q links bekijken. We kunnen eigenlijk ook nog een andere manier. Je kunt zeggen omega is een vector naar boven. De tweede manier is dat omega naar boven. We plaatsen er een vector naar rechts. We draaien van boven naar die vector naar rechts. Van de vector omega naar de vector naar rechts. Zo, op. Snelheid naar boven. Hetzelfde kunnen we doen voor het punt Q. We draaien
Eerste methode. Omega naar boven. Plaatsvector naar links. Resultaat. Op. Derde vector. Hier naar onder. Voorwaarts draaien in die richting. Tweede methode. Omega staat naar boven. We draaien van omega naar de plaatsvector. Omega naar de plaatsvector. Op. Q gaat naar boven. We gaan ons nu overgaan naar een paar voorbeelden uit elektromagnetisme. Hier hebben we een kracht die het gevolg is van een stroomvoerende draad die zich in een magneetveld bevindt. Die kracht is gegeven door het vectorproduct van de verplaatsing van de stroom. Dus hier een vector naar boven. En een magneetveld. Een magneetveld is hier gericht naar beneden. Eerste versie. Duim volgens de stroom. Magneetveld naar beneden, resultaat van de kracht, naar links. Dit kunnen we ook terugzien als duim volgens de stroom, we draaien volgens het magneetveld en we zien hoe de kracht is naar links. Tweede versie. We draaien van de stroom naar het magneetveld. Stroom is naar boven, magneetveld is naar beneden, dus we draaien van de stroom naar het magneetveld, krijgen we naar links. Of we draaien van de stroom, is in die richting, naar het magneetveld, naar beneden. Van naar boven, naar beneden, op, naar links. Het volgende voorbeeld, dat van Biot-Savart. We hebben een stroom voor de draad. En we vragen ons af wat het magneetveld is in de buurt van die draad. Dan hebben we de wet van Biot-Savart, vectorproduct van dl in de richting volgens de stroom, met een positievector van de stroomvoerende draad naar het punt waar we het magneetveld willen berekenen. Dus stel dat we hier het magneetveld willen berekenen in het punt rechts van de draad. Eerste vector volgens de stroom, tweede vector naar het punt toe, resultaat, een veld in het blad. Stel dat we hier in dit punt willen het magneetveld gaan berekenen. Duim volgens de stroom. Na punt toe, resultaat uit het blad. Dus hier kunnen we ook gaan zeggen, duim volgens de stroom, magneetveld volgt ons hand. Kunnen we ook de tweede versie gaan gebruiken. Dan zeggen we van, we draaien van de stroom naar de positievector. Dus als we hier naar het rechte punt gaan, van de stroom naar de positievector in het blad. Als we naar het linkerpunt gaan, van de stroom naar de positievector uit het blad. Dus je ziet terug dat de twee versies hetzelfde resultaat geven. Als we nu een stroomvoerende geleider hebben, die een cirkel is, kunnen we ook terug de twee versies gaan volgen. Dus stel dat we starten hier dit klein stukje, stroom gaat naar boven. De positievector naar het midden van die cirkel is naar links, resultaat, veld uit het blad. Dus dat is zo, onze vingers draaien hoe het veld is in het midden. En je ziet, als je zo gelijk welk stukje telkens, ga je een stuk veld hebben die naar boven gaat. Dus je eerste versie is duim volgens de stroom, wijsvinger volgens de positievector van de stroomvoerende draad naar het middelpunt. Resultaat is uit het blad. Een tweede versie is, wat gaan we doen? We gaan de stroom leggen. Dat is een vector volgens de richting van de stroom. Een vector volgens de positievector. En we draaien van de eerste tot naar die positievector. Dus van deze naar deze. En we komen met ons duim uit het blad. Dus wat zie je, dat eigenlijk evengoed dat het hetzelfde resultaat heeft als we onze hand draaien volgens de stroom en de duim geeft u de richting van het magneetveld. Dus in al deze voorbeelden zie je dat we het hebben over een wet waarbij het vectorproduct een rol speelt en dat het vectorproduct, dat het eindresultaat kan bekeken worden met de rechterhandregel en dat we telkens die verschillende versies van de rechterhandregel kunnen gebruiken en dat die telkens hetzelfde resultaat geven.